Het is 28 mei en vandaag maak ik een speciale vlog voor de kentering. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Wolvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Vandaag maak ik een speciale vlog voor de website van de Kentering. Kentering is een belangenorganisatie voor en door mensen met een kwetsbaarheid. Ze hebben mij een mailtje gestuurd en gevraagd je ervaringsverhaal vertellen. Zoals ik al zei, ik ben Gijs Wolvers. Ik ben inmiddels 37 jaar. Ik ben vader van een heel leuk en lief zoontje. Ik ben recent gescheiden en woon hier op de kamertje wat je hier achter mij ziet. In het dagelijks leven ben ik trainer en coach voor mensen met autisme. Daarnaast geef ik landelijke lezingen. Daarnaast denk ik ook mee bij projecten zoals het project Vanuit Autisme Bekeken. Zoals ik al zei, ik heb autisme. Ze schreef in de vraag, kun je iets over je aandoening vertellen? Nou, het is mij niet aangedaan, het is mij aangeboren. Voor mij is het woord aandoening helemaal niet passend. Ik noem autisme menselijk gedrag onder vergrootglas. Toen ik mijn diagnose autisme kreeg, constateerde ze eigenlijk dat ik veel moeite had met sociale interactie, vooral op het relationeel gebied, dus mensen die heel erg dicht bij mij staan, dat ik om dat te compenseren heel erg bezig was met vaste patronen. Dat merk ik nu in mijn leven ook nog wel. Recent rond de scheiding, ik ga toch ietsjes meer zoeken naar bepaalde structuren. Hetgene wat ik het allermoeilijkste vind, heeft mij geholpen. Dat is namelijk rust. En wat doe je voor je vrije tijd? Vind ik een vrij ingewikkeld iets. Dus ik ben uiteindelijk vlogs gaan maken, maar dat is nog geen vrije tijd. Vrije tijd is, zoals Winnie de Poe zegt, soms gewoon nietsen. Waar ik eigenlijk heel veel steun aan gehad heb in mijn leven is de mensen om mij heen. Ik ben super vaak tegen dingen aangelopen. Hun hebben me die kans gegeven om super vaak tegen dingen aan te lopen. En dat heeft ontzettend geholpen eigenlijk. Ik denk dat ik in trainingen of cursussen of in gesprekken met psychologen die dingen wel allemaal had kunnen bespreken. En dat is ook zeker helpend geweest. Maar als ik die dingen niet meegemaakt had en niet gedaan had wat ik wilde doen in kunstacademie, mijn eigen bedrijf, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Wat mij niet geholpen heeft is in het patroon van een ander gaan lopen. Ik denk dat dat heel veel moeilijkheden in mijn leven opgeworpen heeft. Ervaar nog steeds valkuilen in mijn leven, bijvoorbeeld op het gebied van sociale interactie, met name de mensen die me echt aan het hart gaan. Welke emoties van mij en welke emoties van de ander. En daar dan een passende middenweg, zeg maar, reactie in te vinden. Ik ervaar ook moeite rondom e-mails, messenger, apps, Facebook, whatever. En vandaar dat ik ook geen verhaal schrijf, maar gewoon een vlog opneem. En vaak stapelen die berichtjes zich op, waardoor ik dan niet lijk te reageren. Terwijl ik face-to-face daar best goed in ben. Er zijn ook situatie waarvoor ik op moet passen, is met name als ik te weinig slaap. En dat te vaak achter elkaar, dan is voor mij wel in de gevarenzone. Dan gaat mijn hoofd zeg maar niet meer meewerken. En dan gaat het verkeerd. Dat ik meer missels maak, afspraken vergeet. Ander belangrijk ding waarvoor ik moet oppassen is dat ik niet mezelf in mijn werk verlies. Ik heb een hele lange periode echt 60 tot 80 uur gewerkt. Als ik mezelf in mijn werk verlies, dan verlies ik ook de regie over mijn omgeving en uiteindelijk over mijn eigen leven. Heb ik nou tips voor jou als persoon met kwetsbaarheid? Probeer er zo open mogelijk over te zijn. Niet zozeer over wat je hebt, maar wel wat je als persoon nodig hebt. Wij strooien super vaak met allerlei etiketjes. Ik heb autisme of ADHD, depressies of wat dan ook. En mensen hebben daar eigenlijk een eigen close-minded plaatje bij. Terwijl als je mensen kunt vertellen van, bijvoorbeeld, ik heb het gewoon nodig dat je de uitleg even op papier zet voor mij. Of ik heb het nodig dat ik even 5 minuten rust heb. Dan is het veel duidelijker voor mensen. We zijn vaak door het hele GGZ-denken ontzettend gewend om maar diagnoses te noemen en te denken dat mensen snappen. Mensen zijn niet zo goed op de hoogte zoals jij dat bent. Probeer jezelf ook niet achter je diagnose te verschuilen, want je bent echt superveel meer als een diagnose. Ik ben geen autist, vind ik een super lelijk woord. Ik ben gewoon een persoon met toevallig de diagnose autisme, maar ik ben bovenal een mens. En ik hoop dat ik jullie met dat mens kennis heb kunnen laten maken. En mocht je deze vlog nou voor de eerste keer zien, abonneer dan even op mijn kanaal. De laatste tip, hou echt op met aandoeningen, stoornissen en al dat soort labels. Maakt de mensen alleen maar moeilijker mee. We zijn tenslotte allemaal mensen.